wij zijn best wel echt een heel hecht gezin. Het is gewoon heel raar om ze dan niet bij te hebben in zo'n gekke tijd. Omdat iedereen wel nu samen is en met zijn familie ook. Sinds de uitbraak van het coronavirus is het paniek. En daarom praat ik voor jullie met mensen die zich eerder door barre tijden hebben heen geslagen en ons dus tips kunnen geven om deze pandemie te overleven. Dit is Jammy Survival Guide. Let's hit studio. Mijn woonkamer. Mijn survivor voor deze week is niemand minder dan Moïse Trustful. En Moïse is presentatrice, actrice en onderneemster. En die laatste groep wordt nu juist zo hard getroffen, dus daarom ga ik haar om wat tips vragen. Laten we hopen dat haar tips ook zo trustful zijn. Hoi Moïse! Hallo! Hoe is het? Goed, het zonnetje schijnt, dus dat maakt een hele hoop goed. Je begint er gek genoeg ook een beetje aan te wennen of zo, aan het nieuwe leven. Hoe kijken jullie naar de situatie rondom het coronavirus? Ja, het is iets wat nooit iemand had zien aankomen, denk ik. En waarvan ik denk dat we het ook nooit meer gaan meemaken. Dus het is iets heel heftigs, maar ik denk ook wel iets, ook ergens wel wat moois. Want ik zie op straat, iedereen doet veel meer voor elkaar. En ik spreek mijn oma vaker dan ooit. Ja. Dus ik voel me ook een beetje, oké, ik moet oma hierna ook gewoon veel blijven bellen. Je komt ook weer dichter bij elkaar en het is ook misschien een wake-up call voor ons allemaal van lief zijn voor elkaar. En dat gehaaste leven wat Nederlanders echt extreem hebben, je wordt gewoon verplicht om te remmen daarin. Ja, want je hebt vorig jaar ook je eigen kledingwinkel geopend. Ja, het is nu echt een rotzooi, maar ik zit er. Oh ja. Nice. Ik was al dicht voordat alle kappers en zo dicht moesten. Toen werd al gezegd van jongens, blijf zoveel mogelijk thuis. En ik dacht, ja, ik kan wel nu gaan zeggen tegen iedereen stay home online. En vervolgens wel zeggen, maar de winkel is open, wie komt zelf shoppen? Ja. Dat zo raar. Dus ik dacht, ja, nee, de winkel gaat dicht. Online loopt gelukkig wel nog steeds door. Wat vind je er nou van dat je natuurlijk net bent begonnen en dan is die stad ineens leeg? Ja, echt kak gewoon. Nu is het dicht en nu kan je niks. Maar ik moet zeggen, als ik naar buiten kijk, ik ben ook wel blij dat zoveel winkels dicht zijn. En dat er vrij weinig mensen lopen, want het is gewoon best wel gevaarlijk. En dan denk ik, ja, dan gaat gezondheid boven alles. Ik zou mezelf niet vergeven als ik nu zou weten dat ik misschien mensen ziek zou maken. Maar dat ik denk, hey, wel lekker een paar jurkjes. Ja. Dan laat de jurkjes maar zitten. De overheid steunt ook ondernemers. Is dit genoeg? Het is heel fijn dat ze dat doen. Ik vind dat vrij uniek, omdat dat is iets wat ik totaal niet verwacht had. En als je kijkt naar heel veel landen om ons heen, gebeurt het helemaal niet. Maar ik weet dan zo'n gift van 4000 euro, dat ik denk, ja, als je al een huur hebt van een pand van, ik zeg maar wat, 2500 euro, en je hebt 3 man in dienst, dan kom je niet eens een maand verder. Nee. Dus zullen ongetwijfeld heel veel bedrijven failliet gaan hierna. Ja. Dus voor iedereen die kijkt, blijf vooral lekker online shoppen bij bedrijven die nu dicht zijn. Support your locals. Ja. Jij wordt ook wel als een 1000-poot genoemd. Je bent een ondernemer, acteren doe je, presenteren. Je bent ambassadeur ook voor goede doelen. Waar komt al die gedrevenheid vandaan? Waar het echt vandaan komt, weet ik niet. Ik ben zover, ik weet het altijd al zo geweest. Ik kan heel slecht 1 ding doen. Als ik nu 2 weken zo in de winkel sta, dan vind ik het ook weer lekker als ik dan weer voor werk naar het buitenland even een paar dagen moet. Ik hou er niet van te lang 1 ding doen, dan vind ik het saai. En in een interview met Viva benoem je ook dat jij je vaak harder moet bewijzen, omdat je ook een bekende moeder hebt natuurlijk. Soms denken mensen dat het alleen maar heel positief is van, oh, je komt er wel daardoor. Ik heb eerder het gevoel dat het daardoor harder werken is, omdat ik die achternaam heb en dus mensen al een vooroordeel hebben. Maar en mensen zitten nu natuurlijk ook thuis en ze vervelen zich. Heb je nog kijktips voor ze? The truth about alcohol. Oh, dat is een goede voor mij, denk ik. Ja, nee, ja. Want, ja, mensen in je thuis zitten alleen maar. Ja. Ik heb een volle glasbak op dit moment. The truth about alcohol. Ja, en ik heb ook eens een docuserie Explained. Elke keer leggen ze in 30 minuten een onderwerp uit. Welke ik heel interessant vond, was over het vrouwelijk orgasme. Ja, daar weet ik ook niks van. Nee, dat is
Ja. En wat ik toch wel heel leuk vind nu is Disney films, series. Ja, echt? Kai toevallig, mijn vriend, die is helemaal weg van High School Musical, sorry als je het ziet. Ik vind Disney is gewoon heel erg nostalgie. Oh, je lijkt ook wel een beetje op die Gabrielle. Nou, Kai die is dus helemaal verliefd op haar, op Vanessa Hudgens. Ja. Ik weet dat hij een tijd geleden, toen wij volgens mij nog een beetje aan het daten waren of iets, dat hij toen heeft gezegd van, ja, je lijkt wel een beetje op haar. Ja? Dat is echt meer als hij dat zegt. Goed teken. Dus soms hoor je ineens High School Musical muziekjes uit de wc of de douche komen. Oh, indeed. Ja. En met wie zou je op dit moment wel in quarantaine willen zitten? Eigenlijk met jou, want dan weet ik dat ik genoeg wijn heb. Ja, kijk. Ja, ik zou in eerste instantie eigenlijk alleen mijn vriend zeggen, omdat ik gewoon er niet aan moet denken om met een ander persoon 24/7 in een huis te zitten. Ik zou gek worden, denk ik. Maar als ik nu iemand waarvan ik dan denk, oké, als ik dan nu toch de kans krijg, ik zou Bill Gates dan wel echt vet vinden. Er zijn allemaal mensen die allemaal met complottheorie en zo over het coronavirus. En ze zeggen dat hij er iets mee te maken heeft. En dan denk ik, nou, ik zou met hem, hij heeft gewoon zoveel ontdekkingen gedaan. Hij heeft gewoon zoveel macht. Ja. Het lijkt me heel vet om met hem in een huis te zitten. En dat ik zeg, nou, ja. Nu wil ik het weten. Even alles ophelderen. Ja. Welke 3 tips heb jij voor onze kijkers om deze pandemie te overleven? Goed voor jezelf zorgen. Want je bent gewoon heel erg geneigd om jezelf helemaal te verslonsen en te denken, nou, ik heb toch geen ritme. Maar juist 's ochtends, bijvoorbeeld wat ik nu doe door Kai, mijn vriend. Hij neemt elke ochtend een ijsdouche. De eerste dag denk je echt, ik word gek, ik trek het niet. Maar daarna voel je je gewoon zo goed, doe het. Oké, ik ga het proberen. Ik ga het proberen bij deze. Nou, challenge accepted. Tip 2. Ga lekker bakken en koken. Want het ding is, ik weet zeker dat iedereen heeft al kookboeken thuis. En 9 van de 10 keer kijk je daar nooit meer in. Dus ga lekker koken en bakken. Dat is tip 2. En tip 3. En dat is denk ik wel de belangrijkste. Geniet ook. En dat klinkt heel gek in deze situatie, maar het is ook goed om gewoon even de tijd te nemen voor jezelf. Ja. En je mag ook best genieten van dat je niks hoeft. En wat ga je nou als eerste doen als je uit quarantaine mag? Ik denk dat ik of als eerste al mijn vriendinnetjes knuffelen, want die mis ik wel echt heel erg. Of naar mijn ouders toe, want die, mijn vader woont in Amerika. Ja. En daar zit mijn moeder op dit moment ook. Ja, en die grenzen zijn dicht, dus je komt Amerika gewoon niet in. En wij zijn best wel echt een heel hecht gezin. Het is gewoon heel raar om ze dan niet bij te hebben in zo'n gekke tijd. Omdat iedereen wel nu samen is en met zijn familie ook. Ja. Ah, jij zit al die stories te kijken. Alleen ja. Nou, ik hoop dat je ze snel weer ziet. Ik hoop en wel. Blijf een beetje veilig de komende tijd. Ja, en sterkte ook met de winkel en heel de situatie. Ja, maar we gaan het redden. We can do this. We can do this. Dus dat alcohol ook cellen dood, hè? Zeggen ze. Hallo. Hallo. Ze klant. Sorry, ik was bezorgd. Oh. Ja. Maar dat alcohol dood van die bacillen, zeggen ze. Tenminste wat positief nieuws over alcohol. Nou. Het even leuk af. Hé, hey, bedankt Mo. Graag gedaan. Ja. Jij ook. Succes ook de komende tijd. Dankjewel. Stay safe. Thank you. Doei. Doei! Nou, wat een leuke meid is het ook, hè? Ik hoop dat je de tips net zo leuk vindt. Want tip 1 was, neem een ijsdouche. Want blijkbaar zorgt kou voor wonderbaarlijke dingen. Tip 2 is, ga lekker koken of eten. Want geef toe, we hebben allemaal van die kookboeken die we nog nooit hebben opengeslagen. Dus nu is je kans. Tip 3 is, geniet. Maar dat doen de meeste van jullie denk ik al. Want de cijfers van porno-sites liegen er niet om. Dit was Jammy's Survival Guide. Volgende keer ben ik er weer met een nieuwe gast. Andere tips, dus zorg dat je kijkt. Stay safe, y'all. Later. I'm a survivor. I'm gonna make it. I will survive. Keep on surviving.